passende maatregelen hadden moeten nemen om haar af te wenden, bleven opnieuw in gebrek. In plaats van krachtdadig op te treden en leiding te geven aan de herstelwerkzaamheden, lieten zij zich verscheuren door interne discussies en verdelen kostbare tijd met theoretische polemieken. En hoe vergaat het onze jonggehuwden? Zullen zij de moeilijkheden die zij op hun weg vinden te boven komen? Begint er zich voor hen misschien een hoopvollere toekomst af te tekenen? Zullen zij erin slagen zich een eigen plekje onder de zon te veroveren? Zullen zij dat huis vinden waar ze al zo lang van dromen? En allerbelangrijkst, gaan hun gedachten, hoe aarzelend en voorzichtig dan ook, misschien toch in de richting van gezinsuitbreiding? Thank you.
hete spetter, die in al mijn dromen zie, op mijn eenzame zeemansbed, in zeer extravagante standjes. MC Noah in the boat, y'all. Als ik zeg C, zeggen jullie bra. C. Bra. C. Bra. Als ik zeg C, zeggen jullie bra. C. Bra. C. Bra. Arme schat, waar wil je heen? En zijn je poten dan verdwenen? Dan ga je toch niet menen. Kijk, hier heb je zebra benen. Met je staartje zoek je benen. Sla mijn haar tot op je schenen. Ja, je mag ze wat even menen. Doe maar paardje, lekker trainen. Check die billen, want ze willen lekker dansen. Laat ze trillen, nee, we willen geen nuance. Zoek de verschillen, we beginnen een romance. Schat, kom op bij ons zaken aan de maak de operatie. Kamer, schade, boren, grote trekker. Ga maar mooie, lekker bek. Steriliseren, er verscheren, nou verbraak. Defibreren, harmoniseren, niet te laat. Ik ga je smeren, galopperen, is te gek. Je krijgt de heren uit de kleren, maak ze gek. Een beetje bloed, dat komt wel goed. Een stukje plakband, als een bloed.